En welkom bij een nieuwe video hier op It's Ultrax, de enige echte. Ik heb een beetje slechte mededeling, maar ook wel weer een goede mededeling. En ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. De Efteling vlog komt niet over 3 dagen. De Efteling vlog komt pas... een week nadat hij is opgenomen. Dit heeft alles te maken met dat ik gewoon de tijd nodig heb om alles te verwerken. Er gaat gewoon een hele hoop tijd en energie in zitten. En ik heb ook heel veel onride video's die ik jullie laat zien op mijn kanaal. Daarom heb ik mij toen besluiten om gewoon een vlog van te maken en niet een aparte video zoals ik al een paar keer had beloofd. Ik hoop dat jullie er begrip voor hebben en het snappen. Ik heb gewoon echt de tijd nodig om de video in alle rust en alle gemak te kunnen editen, bewerken. En in de loop van de week komen er wel elke keer onride filmpjes van de Efteling. En de Q&A die ik met Joost van Gewoon Joost gaat opnemen, die wordt ook van de week geplaatst. Zullen er een paar losse onride video's komen. En als alle onride video's online staan, dan ga ik de Q&A met Gewoon Joost plaatsen. En daarna komt de vlog. De video's van de onrides en de Q&A, dat zal in de loop van deze week zal dat komen. Dus ik wil het een beetje spreiden en dan op een gegeven moment dan als de laatste onride geweest is, dan volgt de Q&A met Gewoon Joost en daarna komt de vlog online van de Efteling. En die vlog dat zal zijn op 19 december. 19 december dan zal de vlog online komen van de Efteling. Ik hoop dat jullie begrip ervoor hebben. Ja, ik heb echt gewoon de tijd nodig om alles netjes te verwerken. En de onrides zal ook het nodige bewerken. Zal ik ook het nodige van moeten bewerken. En ook de Q&A filmpje moet bewerkt worden. Dus ik hoop dat jullie het begrijpen. Maar de vlog komt sowieso. En dat zal dus zijn op 19 december 2017. 19 december 2017 zal de vlog komen van de Efteling. Bij deze video eventjes. Ik wou jullie toch op de hoogte houden. Ik hoop dat het morgen doorgaat. Het is ontzettend slecht weer momenteel. Heel veel sneeuw. Jullie weten het, de afgelopen dagen heb het ontzettend gesneeuwd. De afgelopen 2 dagen, zondag en vandaag. Dus ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Ze hadden code rood opgegeven. De verkeerswegen zijn helemaal op tilt. Overal staat file. En gewoon één groot probleem en één groot drama allemaal. Dus ik hoop dat het gaat lukken om morgen naar de Efteling te komen. Mocht het niet lukken, dan gaan wij... moeten we even kijken wanneer we dan gaan. Dan gaan we misschien op een zondag of een vrijdag. Zaterdag kan in ieder geval niet. Maar dan zal het uitgesteld worden.
Hierbij even alle informatie. Nogmaals, mijn excuses hiervoor. Ik hoop dat jullie begrip ervoor hebben. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex. En nog 3 kwartier, jongens, dan ben ik jarig. Maar dat tenzijde. Ja, over 3 kwartier ben ik jarig. Dan word ik 42. 42 jaar word ik alweer. Nou, ik hoop dat jullie de begrip voor hebben. Nogmaals, excuses. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe video. Doe het duimpje omhoog voor deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, zeker te weten abonneren op mijn kanaal. Want er komen dan een hele hoop leuke video's komen eraan. En ik kan alleen maar zeggen, de groetjes. En vergeet het belletje niet in te drukken trouwens. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Bedankt allemaal. En ik zie jullie allemaal binnenkort weer bij een nieuwe video. De groetjes. Doei doei.